Ik zeg yo, 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 vriendjes en vriendinnetjes. Welkom terug bij Daddy Cool. Yeah, welkom terug, vriendjes. Hey, ik heb hier wat vrienden in de sessie staan, blijkbaar. Wat leuk, gezellig dat jullie erbij zijn. Maar ik heb geen vrienden nodig voor deze glitch. Nee jongens. Ja, je mag toekijken. Oh, kijk dan. Oh. Maar, ja, wat gebeurt hier aan? Maar we hebben voor deze glitch geen vrienden nodig. Dit is een solo money glitch, vrienden. We hebben een solo money glitch te pakken. Echt helemaal. Die je zelf kan doen. Heb je geen vrienden voor nodig. Dat is wel weer even een dingetje. Dat zijn dingen die ik heel graag voor jullie wil uploaden. Dus, nou ja. Ga deze video bekijken. En ga solo money maken. Ik zeg, yo. Oké, vrienden, wat hebben we allemaal nodig voor deze fantastische solo money glitch? Nou, we hebben een volle garage nodig en een volle facility. Volle garage, een volle facility en een auto die heel veel geld oplevert. In dit geval blijkt het toch altijd maar keer op keer dat daar nog wat vragen over bestaan. De Retro Custom Elky brengt het meeste geld op. Ga niet deluxo's kopiëren of dat soort dingen, brengen geen geld op. Alleen de Retro Custom Elky, die brengt geld op. Wat hebben we nog meer nodig? Dus wat ik zei, we hebben ook een volle garage nodig. Een volle 10 slot garage heb ik hier. Daar werkt deze glitch prima uit. We zouden het ook kunnen doen vanuit een 2 slot garage. Nou, je moet straks van je garage naar je facility heen rijden. Dus een garage hier in de buurt zou wel handig zijn. Ik meen dat er hier eentje zit, dus die ga ik eventjes gelijk maar even kopen. Een volle garage en een volle facility hebben we ook nodig. Een volle facility. Daar kan je gewoon gratis elkies in zetten. Maakt niet uit wat je erin zet als het maar vol zit. Ik ga hier even uitzoomen op de map. Zoom, 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 zoom. Zoom. Hier zo. Hier, volgens mij is die het. Dat is degene die dichtst bij mijn facility zit. Is makkelijk. Hoeft niet. Is niet verplicht. Hoef je niet te kopen. Kijk, ik koop dus nu een 2 slot garage. Terwijl ik een 10 slot garage heb. Nou, er zijn ook wel mensen die daar wat huiverig voor zijn. Maakt niet uit, jongens. Gewoon kopen. Ik lever deze in. Huppakee, waar ik nu in sta. Want wat gebeurt er? De auto's die je, of motors in dit geval, oppressors die je hebt staan, die worden in storage gezet. Dus dit is nu niet meer mijn garage. Maar ik kan gewoon via de mechanic laten zien. Even kijken. Mechanic, waar zit je? Als de mechanic even opneemt, dan is dit mijn nieuwe garage geworden. De 197 Route 68. Route 68. Kijk, zie je, die staan gewoon in storage. Dus dat maakt niks uit. Je verliest geen auto's, maar ik zou een garage nemen die lekker in de buurt zit. Nogmaals. Oh, sorry. Sorry, maat. Ik krijg gelijk politie. Wat dan? Wat nou weer? Hier. Je schiet me naar doodje. Hier, sukkel. Kom op. Hey. Wegwezen jij. Ja. Oh. Bas ook zijn tanden eruit. Sorry maat. Yeah. Oké, we gaan even naar mijn facility toe. Yo, daar zijn we. We zijn bij mijn nieuwe garage. Ik moet even kijken waar de ingang zit. Ik heb deze nog nooit. Oh, die zit er gewoon hier voor je. Dat is makkelijk. Kijk dan. Gewoon hier. Easy jongens. Hey. En ik heb hier mijn facility zitten in de buurt. Hè. Die zit hier zo. Die zit hiernaast. Lekker man, dit is een mooie garage. Die moeten we hebben. Dit, prima. Mooi. Nou, hier staan twee gratis auto's in. Auto's waar ik niet om geef, die ik wel wil verliezen. En die ga ik zo dadelijk eventjes gebruiken. Oké, nou. Nu gaan we echt met de glitch beginnen. Deze garage zit vol. Facility zit vol. En we hebben een Retro Custom Elky nodig. Nou, oké, Retro Custom Elky, die bel ik even op. Hier zo, mechanic, hier zo. Zie je, iedereen is zo druk. Druk op toeteren. Ja, ik hoor je wel. Ik hoor je wel, schatje. Oké, bellen maar even hier de zo. Unit 2 Poplar Street. Hier heb ik een Retro Custom Elky staan. Die staat op plek nummer 4. Goed onthouden, hè? Staat er nog eentje hier zo?
Maar dit is deze. Deze ga ik opvragen. It's on the way. Plek nummer 4. Wacht even tot die bezorgd is. Ja. Maar leuk, hè? Leuk, hè? Al die gasten die bij zijn, wie zitten er nu allemaal bij? Dit is die CR. We hebben Bas. We hadden net nog iemand oplopen hier zo. Nee, whatever. Lachen, man. Al die gastjes zo hier online. Mijn auto is bezorgd hier zo. Oh, ja. Jay. Waar? Oh, daar. Lekker om. Lekker om de hoek trouwens. Ja. Oké. Retro Custom Elegy. Deze auto's verkopen voor zo'n 666.000 GTA dollars. Dit zijn de auto's die gewoon het allermeest waard zijn. Ga niet andere auto's lopen dupen. Doe deze. Anders kun je ze of niet verkopen of ze zijn minder waard. Nou, prima. We gaan naar onze facility. Hier zo. Volle facility. En dan gaan we hem hier inzetten. Zo, volle facility. Dan krijg je dit scherm. A vehicle must be removed from your facility omdat die vol zit. Oké. En op het moment dat we deze accepteren, gaan we gelijk naar start, online en find new session. Oké. Dus we doen accepteren, start, online, find new session. Hoppakee. Ja, nou daar gaat hij. Dus volle garage. En dan start online, find new sessie. En als hij dan een nieuwe sessie zoekt, en dat moet je van tevoren even instellen, ben ik even vergeten te vermelden. Je spawn location even zetten op de garage, de volle garage waar een auto staat waar je niks om geeft. In dit geval is dat die nieuwe garage geworden. Mijn spawn location even opgezet. En als hij dan zo dadelijk in je garage aankomt, hier zo dadelijk. Ja, daar komen we. Kabam, papam, 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 papam. Spannend. Spannend, spannend, spannend. Ga naar binnen, man. We zitten te wachten. Ja, en dan kan je een auto swappen. Dat doe ik dus deze. Dat doe ik deze geest gratis, Elegy. Die swap ik dus door. Hoppakee. Voor die Retro Custom Elegy. Dit is fucking easy, hè? Let op. Ik ga hem nog een keer. Ik ga hem nog een keer. Deze is echt te simpel. Ja, deze. Deze is echt easy, maar easy in de zin, die heeft toch wel wat timing. Wacht, ik zet hem even op pushy mode, Want timing heeft alles mee te maken. Als je te snel je facility, als je fine new session doet, gaat hij het niet doen. En ben je net even te langzaam, ook niet. Dus dit is ook weer echt weer zo'n timing dingetje. Ja, het is niet anders, jongens. We zitten dus weer in een nieuwe publieke sessie. Ja, publiek, oké. Dan gaan wij even de auto opvragen, want dat zal hij niet doen, want we zijn natuurlijk veel, veel te snel. Even kijken, mechanic. En dan auto nummer 4 op de Unit 2 Poplar Street. Dat is die Elegy Retro Custom. 1, 2, 3, 4. Die vragen we op. Nee, duurt nog 1 minuut 24. Nou, moeten we heel even wachten. Nou, tijd dat we zitten te wachten, kan ik mooi even wat dingen met jullie bespreken. Timing dingetje van deze glitch is wel essentieel, dus probeer het gewoon even rustig uit wat voor jou de beste timing is. Dus dat je heel snel of net even iets langzamer dat accepteert van Find New Sessie. En de sell limit, hè, dus het verkopen van auto's. Verkoop nooit te veel auto's, jongens. Verkoop nooit te veel. Ik begrijp dat jullie heel graag geld willen verdienen en die het ook heel hard nodig hebben, maar verkoop ze nooit snel. Doe gewoon even rustig twee auto's verkopen en dan wacht je even een halve dag of zo. Of als je klaar bent met spelen, verkoop er nog twee. Heb je 4 auto's verkocht, heb je 4 miljoen verdiend. Dat is echt genoeg, jongens, per dag. Dat is echt genoeg. Want er zit echt een sell limit aan. Als je daar bovenheen komt, dan word je gestraft door Rockstar. Mag je minder auto's verkopen. De limiet is maximaal 2 auto's per uur. En de limiet is maximaal 8 auto's per dag. En een dag bij Rockstar duurt 30 uur. Dus hou er ook even rekening mee. Maximaal 8 auto's in 30 uur. Tuurlijk kan je meer verkopen. Tuurlijk. Maar op het moment dat jij dan vervolgens een sell limit aan je broek krijgt, is het jouw eigen pakje aan. Hou je gewoon een beetje aan deze spelregels. En dan kan je eigenlijk weinig tot niks gebeuren. Ik heb zelf zat geld. Ik heb echt alles verdiend met glitches. Alles door verkopen van voertuigen. En ik ben werkelijk nog nooit gepakt. Maar dat is gewoon omdat je je eigen een beetje aan deze regels houdt. Oké, even kijken of we dit. Oh. Anderhalf minuut hebben we volgeluld. Mechanic.
En dan gaan we weer naar Unit 2 Poplar Street en dan auto nummer 4. Dat is die retro custom Elkie die ik gebruik. Hoppakee. Ja, en er zit ook een custom kentekenplaatje op. Ik had er twee in de Unit 2 Poplar Street, maar die ene had geen custom kentekenplaat. Dus die heb ik me even overgeschreven met een gratis Elkie. Om maar niet in de problemen te komen. Dus nu vraag ik altijd eentje op waar een custom kenteken op zit. Want dat heb je nodig, want die gaat die dupliceren. De custom kentekenplaatje van deze auto is gratis, maar dat is ook mooi. En dat past er goed bij, want dat is die. Hij is ook gratis, jongens. Hij is echt fucking gratis. Yeah! Wow, wow, wow. Oké, hier zijn we. Facility full. Ja, oké. Facility full. Nu komt hij weer. We accepteren deze melding en we doen start online fine-tune sessie. En het moet niet heel veel sneller, maar het moet ook niet te langzaam. Je moet eigenlijk, je wil net op het nippertje zien dat je auto naar binnen gaat. Dus oké, okay. Accepteer opties. Dus de online find new session. Ja, nou ja, misschien net te snel, maar je moet er zeker niet heel veel langer over doen. Want als je er langer over doet, gaat die niet lukken. En als je heel snel bent, gaat die ook niet lukken. Het is een beetje een timing dingetje. Je moet gewoon echt gewoon rustig accepteren. Start online find new sessie. Niet veel sneller, maar ook niet veel langzamer. Dat is het een beetje. Eigenlijk mag je dus net het punt van de auto, dus de punt, de neus van je auto, net even in die facility zien rijden. Maar niet dat je hele auto ziet, want dan ben je echt rijkelijk te laat en dan is het niet gelukt. Is spannend. Spannend momentje. Ja, het kan goed uitpakken, het kan niet goed uitpakken. Het is een timing dingetje en daar moet je gewoon even, daar moet je even wat feeling voor krijgen. Maar ja, goed. Hij is solo, dus je voelt er valt er niemand mee lastig als die mislukt. En dit keer mislukt hij dus niet. Dus dit is eigenlijk de timing. Oké, okay, hoppakee. Elke retro custom. Hoppakee. Nou, heb ik er twee. Nou, lekker. Lekker daddy, mooie solo money glitch, vriend, heb je goed gedaan, yo. Ik ben er heel blij mee en ik hoop dat jullie er ook echt rete veel plezier van gaan beleven. Blijf het gewoon even doen, doe gewoon even je autootje. Ja, je hoeft niet deze garage te kopen, je mag ook alle andere garages daarvoor gebruiken. Je moet alleen zorgen dat je garage vol zit en dat de facility vol zit en dat je spawn location op de garage staat. Waar je de auto's wil gaan neerzetten. Oké. Hoppatee, hoppatee, hoppatee. What you need, boss? Some wheels? I can bring them around. Unit 2 Poplar Street. Kijk, dit is het ene scenario. Je moet dus nu 2 minuten wachten voordat de volgende komt. Maar als je die volgende hebt, en dan kan je gewoon doorgaan. Nou, deze garage zit ook vol, dus ik moet echt even wat gaan verkopen. Dat kunnen we gelijk maar even doen. Dan zullen we eens even zien wat die auto's ook nog opleveren. Nou, ik pak er even eentje. Maakt niet uit welke. Volgens mij heeft Rockstar op dit moment wat kortingen en dat soort zaken. Dus ik denk dat hij misschien net 9,5 ton gaat doen of zo. Ik heb geen idee. Normaal kan hij zo in mijn configuratie, dus met deze Benny wheels eronder en dat soort dingen. Dat zijn niet de allerduurste velgen, maar de combinatie met die banden die zijn wel redelijk. Dus volgens mij doet normaal gesproken zoiets van 966.000 GTA dollartjes. Ik weet eigenlijk niet wat die nu gaat opleveren. We zullen eens even kijken. Here for the magic touch. Ja, voor de oh ja, inderdaad. Zie je, zijn procenten, korting, korting, korting. Nou, okay. Wat doet hij nu? Oh ja. 957.000 GTA dollars. Nou, ik doe het ervoor. Ik zeg, lekker. Die pakken we gewoon aan. Niks mis mee. Heerlijk. Geld verdienen, helemaal top. Ik zeg, gasten, yo, heb er nog even plezier van. En dan zeg ik met het zonnetje in de rug, zeg ik, yo, dans. Daddy cool. Signing out. Happy glitching. Yo, yo. Rennen, daddy, ren. Daddy, ren, yo.